Hey mensen en welkom bij een gloednieuwe video. En dit is natuurlijk weer mijn oude vertrouwde huisje, of ook wel genoemd is dit gewoon de MC Survival met Binte. En ja, we hebben ons huisje af en we hebben een redelijk aantal producten. En we hebben 20 arrows en we hadden de laatste 12, maar ik heb wat gemaakt, want zoals jullie zagen, we hadden 3 feathers, 4... Nee, wacht. Nou, in ieder geval, we hadden feathers, we hadden flint and steel en we hadden sticks. En ja, dan heb je maar één ding te doen en dat is daar hele mooie pijlen van gaan maken. En dat hebben we gedaan. Verder hebben wij natuurlijk, of gaan wij natuurlijk, en daar gaan we nu ook naartoe, naar de mine die ik gevonden had. Althans, een soort cave. En daar waren we nog niet aan toegekomen de vorige aflevering. Ook omdat ik gewoon random bezig was. Dus daar gaan we nu mee bezig. En we hebben natuurlijk heerlijk veel eten bij ons. En daar houden wij ons ook aan. Ik wil nog wel even wat extra... pijlen mee, of fakkels meenemen bedoel ik. Dit zal genoeg zijn, want dan hebben we 4. Dan wil ik ook nog, dat zit ik me niet te bedenken, even wat extra hout meenemen. Ik neem gewoon die alle 11 mee, want je weet nooit wanneer iets kapot gaat. En dan kan je altijd natuurlijk nog even wat naar voren toe bouwen. En dan heb ik de coördinaten ooit eens getypt. Maar die typ ik nu toch het liefst even weer. En dat moet ik even vergeten om dat niet te doen. Want anders ben ik het straks kwijt. En de coördinaten is dan... De X is 362. De Y is 63. En... De Z is min 248. Zo, top. Dan hebben wij onze coördinaten. En dan gaan wij naar de volgende. Naar die plek toe. En ik moet even bedenken waar dat ook alweer was. Volgens mij was dat hierachter. Dat was die niet, namelijk. Maar in ieder geval, ik zag op de vorige aflevering dat er al redelijk wat duimpjes omhoog op deze serie waren. En dat is natuurlijk, 3 is dat voor ons natuurlijk veel. Maar dat is natuurlijk hartstikke leuk om te bekijken en of te bezien. En ja, het enige nadeel is dat wij gewoon nog niet zo, beroemd, ik weet niet. Kan je dat beroemd noemen, maar gewoon niet echt bekend zijn door mensen... Dus daarom hebben we ook altijd zo weinig views. En ja, misschien ook wel omdat onze content niet goed is. Ik heb eigenlijk geen idee. Ik heb keren gehoord dat onze content wel goed was van een aantal jongens. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk om te horen. Maar ik weet niet hoe anderen erover denken. Misschien is het wel super saai en dan is het super boring. En dan dat is 2 keer saai, alleen dan in het Engels, wauw. Maar ik hoop dat jullie het een beetje leuk vinden. En ja, misschien is het toch een kwestie van bekend worden. En dan, dan zien we het wel. Ik zet toch even een Minecraft geluid even aan. Omdat het ook nacht wordt nu. En ik hoop dat het niet te hard staat trouwens. En anders, ja, dan hebben jullie pech. Want ik weet dat zo niet. Volgens mij is deze het. Ja. Dus ik zet voor jullie even wat torches neer. Zodat het tenminste ook een beetje toegankbaar is. Oh, hier ruikt het al op. Nou, oh yeah, Minecraft. Ja, natuurlijk is dit Minecraft. Iron bedoel ik. En dat hadden we nodig. Want we hebben er maar een paar. Holy fuck man, is hier een dikke farm beneden of zo? Ja, ik weet het niet. Nou, in ieder geval die... gaat erin. Die gaat er ook in. Die gaat erin. Die gaat erin. Hoppatee. Nou, meer zou ik ook niet weten wat ik nodig heb. Waar is nog iets? Jongens, mis ik nog iets? Ik dacht, nu komt het grote avontuur hoor. Maar nee. Oeh.
mis toch wat. Oké, wat was dat, jongens? Oh, man. Ja, dat was trouwens ook best wel grappig. Die woes die je nu hoort, dat noem ik gewoon een woes. Maar die had ik ook. Oké. Die had ik dus ook toen ik... ik zei van, ja, en dan komt er in de vorige aflevering... Ja, dan, we doen een woes. Ja, dan komt nu de woes. Ongeveer, een kleine 4 seconden later kwam die woes. Maar ik vond het gewoon niet echt, ja, bijpassend. Dus, ja. Daarom zat hij er niet in. Oh shit, wauw. Wauw, jongen. Wat ben je nou? Wat ben je slim soms ook. Dankjewel. Oh shit. We gaan die neerknallen. We gaan die nog eens neerknallen. We gaan die nog eens neerknallen. We gaan die nog eens neerknallen. Oké, volgens mij is dit best wel zonde. Oké, voor de mensen die het niet meekregen, er kwamen creepers aan, dus dat is ook niet helemaal handig. Het is niet veel te beleven, dus we gaan gewoon door. En volgens mij is het best wel zonde dat ik al die pijlen weg heb gegooid. Nou ja, gegooid, maar in ieder geval weg heb gedaan aan die... Wauw, ik dacht... Damn, alsjeblieft. Ik ging net zo lekker... Was net zo lekker aan het praten en nu... Dank je. Oké, jij skeleton. Jij geeft mij wel arrows, toch? Thank you, God. Denk ik. 11. Yes. Ik heb 1 arrow erbij gekregen. En ik heb een rondje gelopen. Hallo, huis. Ik heb je gemist. Wel, jij moet ik hebben... weet je, ik ga eens een keer een challenge voor me doen. Ik ga eens een keer kijken hoe vaak ik niet kan zeggen in een video. Zo, dan zou ik alweer bijna zeggen, maar nou zeg ik het alsnog, maar dat maakt niet uit. Kijk, daar is die volume alweer. Sorry, mijn moeder kwam binnen en in ieder geval daarom ook een knipje waar jij waarschijnlijk al wat van mee hebt gekregen, maar dat het in één keer stopte. Dat is super irritant. Ik moet echt zo'n on-air dingetje hebben, dat ze me niet moeten storen, ook al ben ik niet een beroemde YouTuber of zo. Hey, baby. Zo, lekker eten. En dan gaan wij... Ik weet trouwens al een gepaste titel voor deze. Als je weet wat de vorige titel was. Hey, ik heb een boog gekregen. Cool. Kijk, dat weten misschien sommige mensen ook niet. Maar dan kan je gewoon weer een nieuwe boog krijgen. Tip, niet doen als er enchantments op staan. Want dan ben je al je enchantments kwijt. Dus dat is dan weer niet handig. Iets bijzonders. Niks bijzonders. Top. Dan... gaan we eens even kijken, want ik dit lijkt super veel op zo'n, hoe noemt men dat? Zo'n tempel. Dit niet, sorry. Sorry voor de verwarring trouwens. Maar, weer niks. Ik neem jou dan toch lekker mee. Sorry mensen, voor degene die nu niks zien. Want ik ben gewoon even bezig met wat anders. Ja. Oh, hallo. Leuk dat jullie hier ook zijn. Oké. Tip, want als je nu gaat schieten... Oh, hey, Iron. Hey, what the fuck denken jij? Zo, hey, holy fuck. Dit is, dit is cool. Let's even kijken. Ik zie hier Iron. Holy fuck, jongens, dit gaat echt super... dit gaat echt een super vette avontuur worden, jongens. Ik voel het aan mijn aderen, zoals ze dat zeggen. Oké, en dan wil ik trouwens ook gelijk even wat iron of wat steen meenemen. Want je weet het nooit wanneer je misschien af en toe eens even wat nodig hebt om te smelten. Maar besef wel, als dit natuurlijk niet goed gaat. Ik respawn gelukkig op mijn bed, dus dat is wel een... wacht. Ik heb volgens mij nog niet op mijn nieuwe bed geslapen. Shit, dus dan respawn ik niet op mijn nieuwe bed. Oh mijn god.
Nou ja, in ieder geval, ik heb de coördinaten. Dus dan ga ik gewoon de coördinaten terugzoeken. Zag ik daar nou iets belangrijks? Nee, want ja, het enige wat je hier nog kan vinden is kool natuurlijk. Op deze hoogte dan. En iron, ho, en iron. Dat vergeet ik helemaal. We gaan hier met goed gevulde inventory hopelijk weg. Maar, holy fuck, wow, yo. Oké, ik moet straks wel even die weg terugvinden, want anders ga ik gewoon weer omhoog. Al wil ik hem wel even hebben. En die ook. Dank je. Oké, dan gaan we hier ook. Want kijk, ik vergeet gewoon de hele tijd omdat ik mijn brightness op bright heb staan. Dat jullie dat niet goed zien. Dus dat is, ja, dat is niet cool. Omdat, door die render settings. Ik heb dus nu een bepaalde render setting. En die rendert heel snel. Daar ben ik heel eerlijk in. Alleen, daarmee... Die maakt het bestand ook nog steeds super groot. Dus wel mooi, daar niet van. Maar die maakt het bestand super groot. En dat is op zich hinderlijk. Redelijk dan. Omdat het dan super lang duurt met uploaden. En dat is niet cool. Eens even kijken. We kunnen deze mooi omsmelten. Dan hebben we die. En dan hebben we die. En dan hebben we weer wat nieuwe toortjes. Dan hebben we 25 nieuwe toortjes. Oké, jongens. Links, rechts. In de middenmutte, 10 pond rutte, 10 pond kaas. In de middenmutte is de baas, maar de baas die was niet thuis. Want hij lag in het ziekenhuis. Drop, wat jammer lekker op. De pepermuntje, rol maar weg. Oké, dus we gaan die kant op. Oké, dat was hartstikke leuk. Ik ben er half duizelig van geworden. En volgens mij, dit loopt dood. Thank you. Verkeerde kant natuurlijk weer gekozen. Dat zal ook eens een keer anders. Oké, dit is al super vet trouwens. Oh, hoppatee. Iron, dat nemen we natuurlijk mee. Want dat is natuurlijk het standaard wat je meeneemt. Zo. Perfect. Oh, ik hoor lava. Dan wordt het interessant. Oh. En hier is ook niet zo heel veel meer. Ja, een beetje kool, maar dat gebruiken we niet meer. Dus ik was daar rechts gegaan. Dus dan gaan we nu deze kant op. Ja, dit is dus gewoon eigenlijk een random gang zeker, of niet? Want dit loopt ook dood. Ja, oké. Dus dan moeten we weer omhoog gaan graven. En dan moeten we eigenlijk naar hetzelfde... punt waar wij naar beneden zijn gevallen. En dat is hier. Dus daar gaan wij omhoog. Ja, hoppatee. Top. En dan gaan wij gewoon lekker door met de volgende dingen. Oké, we hebben ons rondje gelopen. Dat is in ieder geval al één ding. Zo, jij skeleton aan de kant. Dankjewel. Dan heb ik weer wat van jou. Oké, tot nu toe is het niet moeilijk om de uitgang te vinden. Oké, we gaan hier naar binnen. Daar is volgens mij ben ik al geweest, maar... Au. Ja. Ik hoor een skeleton. En waar hoor ik die skeleton? Hallo? Nu ben ik benieuwd. Skeleton. Kom maar. Niet veel te beleven dus meer hier. Zoals je kunt zien. En dat baal ik trouwens wel even van. Want ik dacht, we hebben nu een dik adventure. Maar adventure houdt hier al op. Zoals jullie kunnen zien. En dit is een kwestie van rondjes lopen. Wat is daar nog te beleven? Is dit ook een doodlopend pad? Oh, daar is die skeleton. Kijk, daar is hij. Dus we gaan hem sneaky aanvallen. Hey! Hey! En hij heeft ons niet geraakt, al zijn we wel gehit. Alleen ja, dan door iets anders. We hebben nog Cooked Mutton 5. Dus we zullen hier eens even naar beneden toe gaan. En we hebben hier een versperring van een doorgang.
Ja, we hebben geen scheppen bij ons. Dus dat doen we het met de hand. Met fakkel eigenlijk. Als je het goed wil noemen. Hé, hey, en daar zie ik wat. Hoppatee, een doorgang. En wij gaan dan gewoon ook door met onze expeditie. Expeditie Cave. En dat is niet expeditie Robinson en ook niet expeditie Eiland. Nee, expeditie Cave. Maar die expeditie houdt godsamme alweer heel snel op. Omdat er zo nodig weer iets weer is niet goed moet gaan. Jammer. Wat ik trouwens dan straks misschien wel wat trouwens misschien straks wel leuk is. Is een bepaalde X-ray ding maken. Hey. Blind. Nice. Oeh. Oké, ik ga eens even door, want flint is wel handig voor extra... Oei, heb ik niet weer flint? Yes, 2 flints. Oké, en ik zie daar ook nog... Iron, nice. En ja, eigenlijk heel veel coal. Nu de vraag, moet ik dat meenemen, ja of nee? Want ik vind het een beetje onnodig, al dat coal. Ik bedoel, het is hartstikke leuk verder, maar ik heb er niet zoveel aan. Ja, oké, ik kan er wel weer eens even wat mee kolen. Weet ik veel als dat een goed woord is. Maar ik vind het er toch... Nou, in ieder geval, we zijn bezig. We zijn teruggekomen met 1 stack en nog 7 losse iron ores. En gelukkig kunnen jullie zien dat ik dat allemaal legit doe. En ik probeer eigenlijk ook alles legit te houden in deze serie. Yep, nice. Oké, we gaan nu weer terug naar ons huis. Waar gaat dit heen? Zijn we daar al binnen geweest? Ja, volgens mij wel. Maar oké, we gaan dus nu weer terug naar het huisje. En we kwamen, dat zag ik in de verte. Dus nu gaan we weer terug. En nu ben ik trouwens weer vergeten om een... Oh lol, er zit gewoon een gat. Nu ben ik trouwens weer vergeten om een hoe heet dat? Om een timer in te stellen. Dus nu weet ik weer niet hoe lang ik bezig ben. Dus als het langer dan 18 minuten is, dan spijt het me zeer. Want dat is niet de bedoeling. Want weet je, wat is de bedoeling? Maar het leukste is natuurlijk om een survival serie van 13 minuten te hebben of zo. En ik denk dat ik trouwens toch maar even die... Oké, de X was 360. En oké, dus ik ben veel te... Nee, ik moet terug. Zo te zien dus. Oh, fuck. Dan ben ik toch de verkeerde kant op gelopen. Oh man, Pinter, leer navigeren, je lijkt net een wijf. Niks tegenover alle vrouwen die kijken, als er überhaupt vrouwen kijken. in ieder geval, zoals ik bij de... Ja, maar zoals ik het zo net dus ook al over had, is dat ik... ik ben toch wel bezig met... We zijn toch wel bezig dus met wat meer regelmatig uploaden. En jemig, dit is echt helemaal, dit is niet echt lekker hier. Oh. Hey, mijn ijsje, ja. Yeah. Sorry trouwens voor al dat achtergrondgeluid. Thuissituaties. Het spijt me daarvoor. In ieder geval, dus ik ben nu bij mijn huisje en ik denk dat het ook al bijna redelijk tijd is. Mensen, ik zeg bedankt voor het kijken. Laat even een duimpje omhoog achter als jullie deze serie leuk vinden. En als je hem langer / korter wil, dan moet je het even zeggen. We hebben trouwens ook weer bone meal. Hoppatee. Dus in ieder geval ga ik even in offline modus ga ik alles wat renoveren. En dan doe ik trouwens dit er wel alvast in. Dus dan doe ik die door de helft. En dan doe ik die door de helft. Dus dan hebben we die en die. En dan hebben we die en die. Dus dan komt alles gewoon precies uit. Dan zeg ik tegen jullie mensen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later.